Welkom, dames en heren thuis. Terug bij A Star Is Born. En u heeft al twee stars, heeft u kennis mee kunnen maken. Lenneke Willemsen en Michiel Verkoren. Hier is onze derde gast, ons talent van vanavond. Hier is Margot Gisel. Wilt u plaatsnemen als een echte diva? Schrijd je naar binnen met een schitterende pluim. Ik kan niet zo gauw zien wat voor vogeltje het is geweest. Maar het staat je prachtig. Margot Gisel. Margot, vertel eens. Hoe is het allemaal met jou begonnen? Wanneer had jij het gevoel, dit is wat ik wil, muziek? Nou, ik ben al heel vroeg met musical in aanraking gekomen, doordat ik door oudere broers en zussen al naar West Side Story en Sound of Music werd meegenomen. Hebben ze je meegesleept? Ja, en ik heb dat altijd erg leuk gevonden. We hebben thuis dankbaar voor. Ja, we hebben thuis de platen grijs gedraaid. En, ja, en ik ben met muziek opgegroeid. Ik kreeg al heel vroeg pianoles. En, hoe oud was je toen? Een jaar of acht, denk ik. Zeven, acht. Ik weet het niet meer precies, maar zoiets zal het geweest zijn. En had je nou, dat hoor je toch vaak, en ik heb het eigenlijk ook een beetje beleefd. Ik moest een beetje op les. En ik vond het in het begin vreselijk. Ja, het is vervelend. Hoe kan je nou die drempel overwinnen? Ja, die heb ik toen ook niet echt overwonnen. Ik heb toen een jaar of drie les gehad en daarna is het opgehouden. Maar ik ben van jongs af aan, heb ik altijd gezongen. Ik heb altijd liedjes gezongen. Je bent muzikaal. Ja, is wel een must in jouw geval. Hè? Ja, zeker. Heb jij nou ook, wat je wel eens hoort, een absoluut gehoor? Nee. Sommige mensen zeggen wel eens, ik heb absoluut geen gehoor. Zo slecht is het niet met mij. Maar ik heb geen absoluut gehoor, nee. Ik heb wel een relatief gehoor. Dat is weer wat anders. Dus je hoort het wel, maar je kan het niet exact benoemen. Nee. Maar je hebt de feeling. Dat is relatief gehoor, denk ik. Zeker. Ik zal het zo straks nog even aan onze Maurice vragen. Ja, die weet er alles van. Nu zit je in ensembles van grote producties. Ja. Noem er eens even een paar. Cabaret heb ik gedaan, Les Miserables, Cats. En nu zit ik in The Phantom of the Opera. In Scheveningen. En je bent ook understudy. Ja. En dat moeten we even uitleggen. Dat is, leg jij het even uit. Nou, dat betekent dat je eigenlijk eerste reserve bent voor een hoofdrol. Als iemand ziek is of een vrije dag heeft, wat ook wel eens voorkomt. Dan moet jij dus inspringen. Is dat niet moeilijk? Want je moet je concentreren op je eigen rol. Ja. En dan moet je daarna, ook als je het niet nodig hebt, moet je ook die andere rol nog paraat hebben. Je moet hem bijhouden. En ja, op het moment dat je soms het theater binnenkomt, 's avonds, dat kan je te horen krijgen. Je moet op vanavond. Het veld in. Ja, en dan moet je zorgen dat je dat kunt. Ja. Ja. Dus, ik krijg steeds meer bewondering voor jonge talenten zoals jullie, wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Vanavond een hele mooie rol van een wat oudere diva. En ik wens je heel veel succes, dankjewel. Margot. En ik hoop dat je schittert. Ja, ik zal mijn best doen. Ik ben ervan overtuigd. Margot Gisel. Margot gaat een song zingen uit de laatste musical van Andrew Lloyd Webber, een van de grootste namen in de musicalwereld, uit zijn laatste musical Sunset Boulevard. En de song is getiteld With One Look, met één blik. Het valt niet mee voor Margot om in de huid te kruipen van Norma Desmond, een al wat oudere actrice die een ster was, nog uit de tijd van de stomme film, en inmiddels een vrouw op leeftijd is geworden. Een vrouw voor wie de tijd als het ware heeft stilgestaan, en ze heeft nooit afstand kunnen nemen van haar leven als een ster. Ze leeft eenzaam in haar kapitale villa in Hollywood, en daar zit ze naast de telefoon te wachten op een belletje voor die ene rol die ze nog zo graag zou willen spelen. Ze gelooft nog dat ze als vrouw met één blik alle harten kan doen breken, en dat ze met één blik alle rollen zou kunnen spelen. Met een frons
leg ik alles uit zonder één geluid. Met wie speel ik jong of oud? Ben ik haar waar je stil van houdt? Mijn gebaren zijn muziek. Daarom ben ik uniek. Eén blik van mij gaat elke taal voorbij en de zaal is stil als mijn blik dat wil. Ik spreek geen woord en toch word ik gehoord en je voelt je rijk als ik naar je kijk. Ja, met één blik raak ik elke man. Slechts één blik zet het doel. Op me wacht, trouw op mij heeft gewacht. Heel de wereld houdt er mee, als ik met één traan mijn verdriet laat gaan. Giselle. En in ieder geval lag hier de hele zaal aan de voeten van deze diva, Linda. Dame Linda, heb je genoten? Ja, ik heb zeker genoten. En vooral omdat we hebben al eens vaker gezegd van, nou, ze zijn eigenlijk wat jong voor deze of geen rol. En ik vind dat wat Margot bijzonder goed doet, is die dramatiek, dat gedragene. Dus als je ouder wordt, dan worden je bewegingen ook langzamer. Dat is een van de typische kenmerken. En dat doet ze heel goed. Dat gepaard gaande met dus de dame die ze speelt, met dus, die echte chique mevrouw, die luxe gewoon was. Ik vind dat ze dat bijzonder goed vertolkt. Ik heb een heel klein bezwaartje. Als het in de laagte gaat met de stem, dan wordt het wat wankel. Maar misschien komt het ook omdat ze hier geprobeerd heeft om een beetje dat nabootsen van die stijl. Ja, dat denk en in ik de ook. Laagte heeft ja. ze dan niet willen de gewone borststem gebruiken, wat we dan klassiek borststem noemen. En dan wordt dat een beetje beverig. Maar het is maar een ietsje pitje. Ze speelde eigenlijk ook een oudere, wankele vrouw. Hè? Iemand... Het is een ongehoorde kwaliteit die we vanavond te zien krijgen. Dat gaat nog lastig worden straks. Ongelooflijk ook, vind ik, dat is al de derde kandidaat die absoluut perfect teksten uitspreekt. Het is ook heel knap om dat in zo'n korte termijn te doen. Het bijzonderste van haar vind ik, afgezien van de stem, grote professionele kwaliteit. Maar dat ze een sfeer weet over te brengen. Van een hele lastige rol, van een gerijpte dame. Hij wordt altijd te jong bezet trouwens. In Londen is hij ook veel te jong gespeeld. En het kan op de een of andere manier met die rol. Maar ik vond het daar slechter. Ik was hier meer van onder de indruk. Zo, ja. Dat klinkt mooi, Eddie. Hoor je maar vol wat Eddie zei. Een van de andere geachte juryleden nog
Nou, ik heb het in Londen niet gezien, maar ik ben het met alles eens, dus ik zal dat niet nog eens herhalen. Hartelijk dank, juryleden. En u zag Margot Giselle schitteren in dat prachtige lied uit Sunset Boulevard.